Oh nee, video tussendoor. Wat is er nu gebeurd? Nou, ik kom even zeggen wat ik nog van plan ben. Mijn eigen update video over mij. Moi, me. Ik, mij, mezelf. Yes. Haha. Om te beginnen kreeg ik laatst... eigenlijk zelfs gisteren kon iemand aan. Nick, ik ben goed te dingen maken. Zal ik dingen voor jou maken? Ja, is goed. Ik wil dit. Pff, komt ie. Bam. Yeah! Je zult hem ook zien op mijn YouTube-channel, bij die dan in als achtergrond staat, als 50% doorzichtig onder die tekst en zo. Het is eigenlijk helemaal precies gegaan zoals ik eigenlijk wilde, die tekening. En ik ben er zelf helemaal trots mee. Yeah! Verder was er nog een vraag van Nick. Ja? Nick? Ja? Ik heb een idee voor je. Oh? Nou, hij vroeg dus naar zo'n site te gaan. Dus iets van www.justin.tv of zoiets was het. En dan moest je dan gaan aanmelden of zo. En dan als ik dan het programma zou opstarten, kunnen jullie zien wat ik doe. En ja, dus zie je mij eigenlijk bezig op een reis. Ja, ik vind het goed, maar ja. Ik ga het niet doen als niemand gaat kijken natuurlijk, hè. Als je mij wilt zien, dan zie je mij voornamelijk dungen. Misschien af en toe een bolsters of een event. En misschien met geluk zie je trollen. Maar ja, dus even in de reactie achterlaten. Wil je mij zien dungen of zo via de ene site die ik dan nog zal toesturen? Dan hoor ik het graag. Verder zou ik nog iemand vroegen om een bandensky te maken. Die gaat nog iets langer duren. Ik moet nog even helemaal gaan denken hoe ik het beste kan uitwerken voor jullie lage levels. Ik baseer het ook op lage levels, die guide. Want je weet dat als je zelf beter bent, dat je beter gear kan meenemen. Verder, mijn trollvideo die deze maand zou uitkomen, gaat niet lukken. Aantal trolls die ik wou proberen zijn mislukt. Ze lukten niet vanwege een aantal dingen die gecapt waren. Nou, het is jammer. Of iets duurde veel te lang. Dus moet ik even een paar dingen op terugvinden. Weet jij nog een leuke troll bij mensen? Post het ook graag in de reactie. Ik hoor het graag en ik probeer het ook heel graag uit. Maar het moet wel legaal zijn. En als iets met bots crash te maken heeft, dan vind ik het ook helemaal geweldig. Verder, mijn RuneScape Music video. Die gaat nog ook nog een tijdje duren. Ik krijg steeds meer emoties en zo. Als ik mee bezig ben, na mijn trollvideo, dan zal het al een stuk vlugger gaan. Tja, wat je nog meer moet weten, over een paar dagen komt Behind the Scenes uit van juli. Ja. Mijn aankomende video's zullen waarschijnlijk niet als eerste op tijd zijn. Gewoon puur vanwege mijn vakantiewerk, dat ik sommige dagen later thuis ben. Want ik heb verschillende tijden. Dus verwacht niet gelijk, oh ja, video, maar dan zit ik dus eigenlijk gewoon op mijn werk. Dus ja, die niet denken dat ik altijd als eerste ben. Maar ook nog de vraag, Nick, hoe kun je me als eerste ingelogd? Simpel, ik gebruik de RuneScape client. En ik heb een redelijk internetverbinding. En als je gewoon door blijft klikken, dan ben je als eerste. Dus gewoon klikken en dan zie je dat hij niks laat. En dan zal kruisje opnieuw klikken en zet hij doorgaan. En ben je de eerste die geladen heeft. Vandaar ook dat ik in het begin nooit problemen heb. Want bij die andere laatste update van die aura's, echt duizenden mensen konden gewoon niet sign-up doen. Ik wel, want ik had nog geen last van anderen. Was zich niet overbelast bij mij. De aura is trouwens wel fijn. Ik heb dat gisteravond getest. Scheelt 5%, ja, ze zeggen ongeveer 5% player drain. En iemand had ook een knock-out bij. Hij werkt ook op bosses. Dat hij op het laatste net even afmaakt of zo. Dus van, dood. En dan komt hij net zo van, dood. Dankjewel. En toen deed ik ook bij de minions. Mijn aura deed ook gewoon iets meer prayer points erbij geven. Het redde me wel een beetje. Het scheelt me weer een beetje geld. Dus nou, aura is toch een leuk klein dingetje om te hebben. En die titel staat gewoon voor de naam. Heeft iedereen wel gezien. Even kijken of hier een famous persoon tussen staat. Als je iemand kent, steek je hand op. Steek je hand op als je iemand kent. Oeh, AFK player, die ken ik wel. Ik steek mijn hand nu op. Je ziet het, hè.
En als jullie vraag nog een guide willen hebben over iets, moet je het gewoon posten en zeggen op welke manier ik het moet laten zien. Met welke beperkingen. Of jouw beperkingen, zeg maar op RuneScape. Dus het kan bijvoorbeeld level zijn of geld en dat soort dingen. Zorg dat ik duidelijk heb hoe ik een guide moet maken voor jullie. En vind je dat ik iets verkeerd doe of zo, gewoon zeggen. En ik vind het ook echt geweldig als ik iets verkeerd zeg, hè. Oh, 10 reacties. Oh, Nick! Dit zeg je verkeerd! En dan kijk je naar. Oh ja. Oh ja. Ah. Nou, ik denk dat jullie zo wel verder kunnen komen. Misschien binnenkort een andere update video. Van het resultaat van deze of zo. Weet ik veel. Dus, ja. Oh, nog even terug op die tv-ding. Ik laat even 2 screenshots zien. Waarin je dus zeg maar ziet hoe mijn snelste dunks ook voor waren. De normale duurt die een paar minuten langer. Dus even een beetje nog promoten of je het wel zin hebben. Dus hier komen ze. Hier is 1. Kijk, minuten. Oh, en hier is 2. Dus succes!